Wat ik denk heel belangrijk vind, is dat kinderen de vrijheid en de ruimte krijgen om zelf hun grenzen op te zoeken. 'S Ochtends als zij de klas binnenkomen, doen we even een kleine check-in om te kijken van hoe zit iedereen erbij, hoe voelt iedereen zich. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van hoe je eigenlijk iets leert en wanneer je aan het leren bent. En dat binnen een veilige, prettige omgeving kunnen doen waarin iedereen zichzelf kan zijn en iedereen gezien wordt. Ja, ik word er ontzettend blij van als ik zie dat een kind ontwikkeling doormaakt en zijn zelfvertrouwen groeit. En dat zo'n kind met zo'n big smile de gymzaal verlaat, ja, dat geeft mijn dag toch een hele hoop voldoening. Wat ik wel zo heel bijzonder vind aan lesgeven bij de STWT is de mogelijkheden die geboden worden om met dingen aan de slag te gaan. Het is ook een plek die me uitdaagt om in ontwikkeling te blijven, om nieuwe dingen te bedenken, om mijn creatief brein te gebruiken. Als jij bij jezelf iets hebt waarvan je vindt, oké, hier wil ik iets mee, dat je binnen de stichting daar best wel veel mogelijkheden toe krijgt om daar iets mee te gaan doen. En ik krijg hier dus ook de ruimte om de dingen zoals ik denk dat het goed is te ontwikkelen. En vandaar dat ik ook de Supernova groep heb kunnen opzetten aan de hand van mijn eigen visie en hoe ik het belangrijk vind. En toen ben ik eigenlijk naar mijn leidinggevende gegaan en heb ik aangegeven, met duurzaamheid wil ik aan de gang gaan. Wat is daar voor mogelijkheden eigenlijk hier binnen de stichting? En zei ze, ik weet wat mensen die zitten in de werkgroep duurzaamheid en omgeving. Kijk alsof je daarmee kan aansluiten. Supernova, dat is dus een groep waar kinderen met kenmerken van meer en hoogbegaafdheid elkaar kunnen ontmoeten. En krijgen kinderen dus heel veel ruimte om ook bezig te zijn met wat zij zelf graag willen ontdekken, onderzoeken, verbeteren. Met die werkgroep hopen we eigenlijk om de scholen handvaten te geven hoe zij op hun eigen tempo en op eigen manier die bij hun past, hoe zij daar handen en voeten aan kunnen geven. En dat doen we allemaal om het onderwijs voor onze leerlingen te verbeteren. En te zorgen dat elke leerling zich eigenlijk welkom voelt op onze school en met plezier naar school kan komen. Ik heb echt een stem binnen de school en ik maak echt een verschil hier elke dag met de kinderen. Dus dat vind ik ontzettend waardevol.